In de door den oorlog geteisterde gebieden is de woningnood hoog gestegen. Noodtoestanden zijn ontstaan waarin vooral met het oog op de snel naderende winter ten spoedigste moet worden voorzien. De enige oplossing is om in grote getale noodwoningen te bouwen. Permanente woningbouw zou veel te lang duren en er is geen materiaal voor beschikbaar. Met man en macht wordt aan deze hulpverlening gewerkt en er zijn reeds proefcomplexen gebouwd. Naar dit model zijn er thans 6000 in aanbouw. De woningen bevatten een grote woonkeuken die van het nodige comfort voor de huisvrouw is voorzien. Het huisje is berekend op een gezin van ten hoogste 8 personen en bevat 3 slaapkamers.